hebben gisteren weer 150 kilometer gereden. Ik heb ondertussen 2 ontstekingen. Dus ik zit niet echt lekker op mijn zadel. We hebben geprobeerd om mijn zadel achterstevoren te zetten. Maar dat werkte ook niet. Dus vandaag gaan we maar 30 kilometer naar het volgende tankstation waar we dan gaan slapen. En een beetje rusten. Hopelijk hebben ze daar kamers. Vannacht hebben we ook in een tankstation geslapen. En dat was perfect. Hele lekkere vis. Vanmorgen ook een ontbijt op van vis. En goede bedden. Keuze uit 6 bedden, dus kom maar heen en weer schuiven. Het is bewolkt. Het heeft nog regend. En het is weer mooi. Rustig. De politiewagen rijdt nu voor ons. We hebben al 4 dagen politiebewaking. Geen idee waarom, maar... Kijken of ik Steven kan halen.